Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Deze week hebben we het natuurlijk over de Grand Prix van Turkije. Voor de tweede keer vreden. Voor de tweede keer in successie. In successie, moet ik ja. zeggen. Ja, dit is nog even inkomen ja. met die nieuwe, uh, nieuwe races. Nee, dat snap ik. Maar dat was de tweede keer in successie in dit geval. Ja. Het was uh, het glijbaantje. Dat konden we ons nog wel herinneren van uh, vorig jaar. Vorig jaar was er... Geen grip. Nee. Uh, dit jaar was er weliswaar meer grip. Maar het begon te regenen. Dus dat zorgde weer voor een ja, opnieuw eigenlijk een uitzonderlijke race. Ik heb daar uh, vorig jaar volgens mij in de podcast uh, ook uh, wel uh, meningen uh, over gehad. <laughs> uh, ja, nee, we, Johan, ik denk dat we het uh, vandaag maar uh, gewoon uh, ja, over moeten hebben. Over wederom een, een beetje een vreemde Grand Prix van Turkije. Het voelt altijd een beetje als de vreemde eend in de bijt. Heb jij dat ook? Maar ik noemde het gisteren de Grand Prix van Turkije. Ook wel de, de Snurkies Grand Prix, heb ik hem ook al genoemd. De het was een ouderwets saaie race. Dat ben ik wel een beetje met je eens. Ja, jij zei vintage, dit saai. Ja, ik, vond, ik kreeg een beetje nostalgische gevoelens bij. Want ik, het deed me denken aan de tijd dat alle Formule 1 racers gewoon saai waren. <laughs> ja, misschien wel. Er was, vroeger, er was vroeger, ja, je kreeg er altijd erg veel kritiek op. Van waarom krijg je, kijk je uh, Formule 1, is toch geen klap aan. <laughs> en het is inderdaad waar. Er zijn heel veel uh, Formule 1 racers waarin niet zoveel gebeurt. En het... Ja, het geeft ook wel aan dat, dat we tot nu toe, dit seizoen 2021... Onwijs verwend zijn. Nou, jij zei dat terecht gisteren. Ik denk dat het tweeledig is. We zijn dit seizoen en vorig seizoen, uh, en ook wel in de jaren daarvoor, natuurlijk, ontzettend verwend met een aantal spectaculaire races. Dit jaar, wat mij betreft, uh, volgens mij is eigenlijk ook een van de show notes van onze vorige aflevering. Als zelfs de, de, de normaal gesproken de dommel Grand Prix van een beetje het weg te dommelen, als zelfs die puntje van je stoel worden, hè? Barcelona en Frankrijk en, en, en nou ja, Rusland is ja, Rusland, <laughs> een goed voorbeeld nog, hè? vrij recent. Als zelfs dat de Grand Prix zijn waarbij op je puntje van je stoel gaat zitten, ja, dan moet je je afvragen wat er nog allemaal. Kan gebeuren in zo'n Formule 1 seizoen, echter, en dat is natuurlijk wel een beetje nu. Uh, werd het wel duidelijk gisteren. Er zijn gelukkig ook nog wel dit soort vintage momenten dat het uh, ja gaat om de veiligheid en dat het gaat om de auto veilig naar huis rijden. Ja, en let wel. Ik, ik heb daar geen uh, waardeoordeel bij, want ik kijk al een jaartje 25 Formule 1, dus ik saaie races uh, horen er ook gewoon bij. En uh, het is een beetje uh, t, Ja, het is een beetje een voetbalwedstrijd waar het 0-0 wordt. Weet je? je hebt wel gekeken en uh, ja, was het interessant. Je hebt er zeker wel weer wat van opgestoken. En uh, ja, ik moet zeggen, aan het eind van deze race werd het toch weer interessant. En, en ja, het gegeven dat het zo'n uh, ja, gekke weersomstandigheden waren en ook natuurlijk een gekke baan. Want je, je hebt bepaalde. Uh, ja, uh, Omstandigheden? Ja. Nou, nee, nee, je hebt bepaalde uh, verwachtingen bij oh, wat er gaat bedoel. gebeuren. Ja, ja. En, het is natuurlijk wel vaker dat we op een nat circuit starten. Maar je gaat er dan vanuit dat een baan op een gegeven moment droog wordt. Ja. En dan krijg je dat interessante moment van wie gaat er over, wie gaat er nou over. En dat, <laughs> en dat gebeurde niet. En het, 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 een van de leukste momenten, momenten deze race, vond ik het moment dat Sebastian Vettel dacht what the heck, ik zet ja. gewoon uh, gele bandjes zonder. Want uh, ik ben van de oude stempel en uh, al die Formule 1 fans die zitten thuis te wachten tot het een keer kwam. Nou ja, die bewees dat dat helemaal niet kon. Dus nee, was, we, we werden allemaal ongelijk uh, bewezen. Het was ook echt al een rondje 34 of zo uit mijn hoofd inderdaad. Echt al heel vroeg. In ieder geval, in ieder geval echt veel Het was heel fijn dat hij gewoon het op zich nam om even voor de televisie televisiekijker duidelijk te maken dat het niet zo'n soort nee. race was. Jongens, het is, het is, we hadden, ik zei daarvoor tegen jou, we hebben Bambi op het ijs. Dat is Daniel Ricciardo. Dat was een soort Bambi op het Ijs. maar daarna zagen we de echte Bambi opstaan. Dat is Sebastian Vettel, inderdaad. Die, nou ja, volgens mij kwam je al glibberend en de pitstraat uit. Überhaupt. Ah, dus. Overigens wel hulde hoor voor uh, Sebi Vettel dat hij dat überhaupt doet. Dat vind ik wel heel erg tof. Hij was er zelf niet zo heel erg blij mee. Allemaal strepen. Nee, hij heeft de afloop wel excuses gemaakt. Maar ik moet ik blijf het gewoon tof vinden dat er coureurs zijn die uh, ja. ja, die nee, lef hebben, maar ook die eigen initiatief nemen in de strategie. En dat pakt natuurlijk niet altijd goed uit. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, maar. Uh, Hamilton en, uh, en, uh, en ook Leclerc, die gaan gewoon aan het eind van de race behoorlijk de mist in. Eigenlijk omdat zowel Ferrari als uh, Mercedes een uh, soort van schietgebedjes met gekruiste vingers in de pitboxen zitten <laughs> en denken, op hoop van zegen, ja. misschien komt het goed. En het is een beetje de McLaren-strategie van twee weken geleden, die niet goed uitpakt. Om nou, het wel... hartje te kunnen weten. Ja. Maar ja, het was het, aan de andere kant, je moet ook waarderen dat die teams door die doen. Leclerc hoopte potentieel die race uh, toch te kunnen winnen op ja. een hele bizarre manier. En er zijn gekkere dingen gebeurd de afgelopen twee seizoenen. Dus... Dat, luister, de, de strategie was duidelijk voor Leclerc. Als het je lukt om Bottas achter je te houden, win je deze race. Nou ja, dat was heldere communicatie met die team. Dat, dat, ja. dat had zomaar <laughs> gekund. Nou ja, en, en, en Lewis Hamilton, die, uh, ja, die, had, uh, die had een soort gelijkplan. Maar dan om dan in elk geval op een derde plek te komen. Maar goed... Het pakt allemaal niet goed uit. Voordat we verder gaan, Johan, eerst ja. even een uh, mea culpa. Want ik moet toch even mijn excuses uh, maken. Ja, ik, zal, ik, zal, ik zet even de sauna aan. Momentje. Ja, ja. ja, ik, zal, ik, ja, pak ja er een, ik pak ja. er een heineken bij, want dat zijn toch tradities hè, in dit ja, geval. Ja. ja, ik hoef die billen niet nog een keer te zien. Voor duidelijke vooral als luisteraars, dit, dit zijn niet de billen, maar dit zijn de billen van Valtteri Bottas. Hebben we het over. Ja, nee, ja. Vertel, ga eens even. Ik, ik, ga, ik ga hier even voor achterover leunen. Humble ja, pie. Gaat hier even, Humble nou ja, pie. goed. Ik, ik heb begin van dit seizoen volgens mij al een paar keer geroepen. Zo'n beetje elke podcast, ja. Dat de heer Valtteri Bottas dit seizoen met geen mogelijkheid nog ooit meer een race zou mogen winnen van zijn team Mercedes. En dus ja. dat ook niet ging doen. Nee. En wie schetst mijn verbazing dit weekend? Valtteri x.0. Valtteri wint een Grand Prix. En dat had hij ook wel even nodig volgens mij. Ja, hij het gewoon op de as inderdaad, ja. Toch bijna een jaar geleden, hè, zo'n laatste overwinning? Ja, het is lang geleden. Maar ja. ik, ik had het niet zien aankomen. Aan de andere kant, misschien had ik er een asterisk, asteriskje. Asterisk. Je kunt het een it. woord Probeer man. Een keer, ja. Wat een woord. Ik kan wel merken dat ik schrijf voor mijn die werk ene, die en, niet, is, <laughs> en niet. De ene is obelix en die andere is. Dit soort dingen doet het altijd heel leuk in een tweet, maar niet uh... goed. Een sterretje. Een sterretje. Een sterretje. Ja, dit is goedkoop, zeg. Beetje de devaluatie van onze podcast, dit hoor. We gaan van een Asterix gaan we naar een sterretje. Zo, dames en heren, u keek naar RTL4. En we, we zappen nu door naar SBS6, dames en heren. Um, een sterretje, een open een, een klein kanttekeningetje moeten een, een maken. Een kredietje, ja. Ja, ja, ja. Namelijk uh, de enige race dat hij dan toch uh, had uh, kunnen winnen. Was dan ook de race geweest waarin Lewis Hamilton zijn uh, grid penalty pakt. Ja. Dus dat had ik misschien moeten toevoegen in al mijn uh, wijsheid. Taking one from the team is een affirmatie. Ja. ja, want dit ja. was natuurlijk wel. Um, ja. Een ondoenlijke taak om Hamilton op de een of andere manier nog, uh, nog naar voren te krijgen. En voor Valtteri Bottas. Dat was natuurlijk never nooit gelukt. Het is voor Mercedes ook schaken op meerdere borden. Dus dat geldt ook voor, uh, voor Valtteri Bottas in dit geval. Uh, Ik ga, ga je een beetje tegemoet komen. Volgens mij zei jij heel terecht. Uh, onder normale omstandigheden gaat Valtteri Bottas dit jaar geen race meer winnen. En dit was dit weekend natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Waarbij uh, Lewis Hamilton van achteraf moest komen. Uh, het is nooit aan de orde geweest. Maar we moeten ons wel afvragen. Als Lewis Hamilton op plek 2 was komen te rijden. aan het eind van de race. Uh, en Max Verstappen had op P3 gereden. Uh, hadden ze er dan voor gekozen om de jongens alsnog om te draaien? Uh, dat denk ik namelijk wel onderaan de streep. Uh, om als het... ze 1 en 2 waren gekomen? Ja, dan denk ja, ik dat ze maar Lewis dat zat, en, uh, uh... En, Hamilton en Bottas hadden omgedraaid. Dus ik denk dat als het een andere situatie was geweest. waarbij inderdaad Lewis Hamilton wel up-and-coming was... en de richting die uh, P2, P3 uh, aan het rijden was... dan hadden ze misschien wel ervoor gekozen... om Lewis uh, voor Bottas te laten eindigen. Alleen maar om een mannetje extra... tussen hem en Verstappen in te hebben. Dus... Om jou een beetje tegemoet te komen, in een, in een normale situatie, tussen quotes, waarbij Hamilton zich gewoon mengt in het gevecht in de top 3, had hij deze race denk ik niet mogen winnen. Uh, en nu mocht hij hem wel winnen, want ja, als Verstappen nog een plekje was gestegen, ja, dan, dan was dat natuurlijk een probleem geweest. Even nog los van het feit dat Mercedes hier natuurlijk het afgelopen weekend super dominant was. Dus ze moesten de overwinning gewoon meenemen, ook voor het constructeurskampioenschap. Wat, wat, wat de vraag doet reizen, was het een slimme keuze van Mercedes om de crit penalty hier te pakken? Want juist dit circuit uh, bleek een echt Mercedes-circuit. En uh, ze gooien hier wel een hele bak punten uit het raam. Ja. Wat natuurlijk uh, hartstikke goed is voor, uh, voor Team Red Bull. Nee, ik denk dat, uh, dat, dat Mercedes ook niet zo heel veel alternatieve opties uh, had. In het begin van de race, tijdje de, de rondetijden zit te volgen. Ergens had ik nog een halve verwachting. Dat Valtteri Bottas misschien het veld moest ophouden, gat klein houden. Dan kon Hamilton natuurlijk sneller uh, naar voren komen. Echter, uh, ja, Max Verstappen is natuurlijk ook geen pannenkoeken, dus het was wel een natte baan. Maar je kunt het niet te rustig aandoen. Ja, wat mij heel erg opviel is dat uh, ja, Max liet wel een gat vallen van twee of drie seconden om uit die spree te komen, zodat hij een beetje vrij zicht had. Maar ja, qua rondetijden deden ze elkaar niet zo heel veel. Je kon wel zien dat ze een, een stuk sneller waren dan de rest van het veld. Overigens, Charles Leclerc heet uh, zeker in de eerste helft van de wedstrijd een ontzettend goede race. Kon ook weer max-stappen heel goed, uh, goed bijhouden. Ja. Daarachter werden de gaten toch al snel wat, uh, wat groter. Ja, ik denk niet dat, uh, dat Mercedes ooit iets tactisch heeft kunnen proberen met Valtteri Bottas op die positie. En ik denk ook dat hij. Uh, vooraf gewoon een, uh, een carte blanche heeft gekregen van ga maar gewoon. Ga maar gewoon voor die, uh, voor die overwinning, ga er maar voor rijden. Um, ja, wat jij al zegt, het had ergens in de wedstrijd nog kunnen gebeuren dat, uh, dat ze iets daarmee hadden kunnen doen. Maar ik, ik in tegenstelling tot uh, de tactische spelletjes van, uh, van, uh, van Mercedes, waar we eigenlijk al een heel seizoen tegenaan zitten te kijken, was het dan eindelijk eens een keer. De race van de tactische spelletjes van, van Red Bull. En dan heb ik het niet alleen over Sergio Perez, die een snoeistrak wedstrijd reed. En eindelijk, eindelijk weer eens een keer twee Red Bulls uh, op een podium. Wat natuurlijk uh, ja, eigenlijk de best mogelijke uitslag is: een, een Mercedes in het midden, maar dan wel twee Red Bulls ernaast. Dus daar was ik eigenlijk wel heel erg happy mee. Maar laten we het ook even hebben over Yuki Tsunoda. Ja. Die weet gewoon een, een gat van, van, van 12 seconden uh, te, ja, creëren. Te, te creëren ja. voor de heer Lewis Hamilton. Waardoor eigenlijk vanaf dat moment zijn race al uh, behoorlijk uh, gecomprimeerd was. Ja. Ja. Ja, het grappige was inderdaad dat de, 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 vanaf de start pakt hij eigenlijk heel snel pakt hij, uh, Sebastian Vettel. En dat vond ik ook wel een opvallende. Niet in de zin van, weet je, Vettel is, uh, zit gewoon in een mindere auto. Dus die, die Aston Martin had gewoon ook niet de snelheid dit weekend om daar iets te doen. Maar je verwacht van Sebastian Vettel toch wel iets... Iets meer hand en tand, om het dan zo maar even te zeggen dat kwam er niet. Uh, dus, ondanks het feit dat Vettel best wel een oké okay start had, uh, was Hamilton er eigenlijk vrij snel voorbij. Ja, kon, kan ook in die zin niet. Het kost je wel banden. Hè? Het kost je je eigen wedstrijd. Jawel, maar goed. Je, je ziet natuurlijk in zo'n eerste ronde. Uh, en zeker in die eerste paar bochten, zie je natuurlijk wel dat er wat veel afdeligd wordt. Maar ik denk dat Vettel gewoon heel erg gekozen heeft voor uh, de wijsheid. Hij uh, heeft gekeken, zag in zijn spiegels dat het Hamilton was en dacht: uh, laat ik me daar maar niet aan branden. Uh, ik denk dat dat overigens voor meer coureurs gold. Uh, uh, met name ook uh, Pierre Gasly en uh, Lennon Norris ook deze week. Hè, die gewoon net wat minder bij te zetten hebben of qua vermogen of qua snelheid. En daardoor wat mij betreft in ieder geval de deur wat makkelijker openlieten. Dat gold zeker niet voor Yuki Tsunoda inderdaad. Die gewoon uh, real, krijg... heel slim reed. Ja, heel, heel slim. Laat remmen. Uh, gewoon net iets... Uh... Nou, hij bleef heel slim in die slipstream van... Uh, Stroll. Stroll. Ja. En hij bleef precies op de juiste afstand van Stroll. Hij reed er ook niet naartoe. Ik weet niet of het een bewustheid was. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat zo de race nou eenmaal liep. Maar hij had gewoon de mazzel dat hij in die slipstream van Stroll mee kon... Oh ja. Ja, ik en... denk dat hij wel een hele duidelijke opdracht had gekregen van Helmut Marco. Wat denk jij? Ja, ik denk... Of hij was die ochtend opgestaan. <laughs> onder zijn. Uh... Zijn Bull dekbedje, die ja. ongetwijfeld uh, met zich meeneemt. In zijn alfauwen pyrametje. Ja. In zijn alfatuwen piametje. Ja, joekie <laughs> een kereltje. Maar goed, in, uh, in de auto is hij, een, in is hij een beest, maar hij is in elk geval met het goede been naar bed gestapt. En heeft gedacht: ik heb vandaag maar één taak. <laughs> en dat is Lewis Hamilton zo lang mogelijk achter me houden. Ja. En man, wat heeft hij die taak goed uitgevoerd? Ja, absoluut. Ik het kreeg wel zijn eigen wedstrijd. Het kost hem wel zijn eigen wedstrijd. Want het einde van de, of ergens midden in de race spint hij dan op een gegeven moment nog een keer. Omdat hij zijn banden zo enorm heeft over de cliff heeft lopen, ja. Ik kan zeggen dat laten remmen en dat ja het, het kost hem zijn banden. Ja, maar tussen, dan denk ik wel volgens mij zeven rondjes dat, uh, dat, dat Lewis Hamilton er voorbij kan, bij Yuki Tsunoda En dan is het geld op dat moment uh, al 17 seconden. Ja bijna 20, 20 zelfs, Hij 20 zit generaat. dan op 19 ja. seconden. Dik 19 seconden. En dan, uh, ja, dan moet hij er nog een aantal. Die zijn dan een stuk uh, minder makkelijk om in te halen. Hij moet Gasly voorbij. Hij moet uh, Norris voorbij. En strol, ja, nee, ja. Dus, dus, En dat, dat kost hem allemaal minder tijd. Maar wat interessant is om te zien, op dat moment in de app zie je dat dat gat van 19 seconden eigenlijk amper afneemt. Met andere woorden, hij haalt er wel een hoop in, Hamilton. Maar het gat op de kopgroep, Bottas en, en Verstappen, en op dat moment ook nog uh, of, uh, Leclerc, wordt niet meer kleiner. Nee. Uh, vanaf dat moment is het eigenlijk een gelopen race. Want ja, Lewis komt niet meer over die 17, 18 seconden heen. Uh, wat het gat met vooraan is. Nou ja, dat is het, het, het wonderlijke hiervan is natuurlijk de bandenstrategie. Die natuurlijk niet, nu niet, of eigenlijk geen strategie... maar de bandenkeuze die ze hadden. Die, het waren de inters, verplicht natuurlijk... Um, je kunt er eigenlijk op twee manieren mee omgaan. En dat is ook hetgene wat we natuurlijk zagen aan de kop van het veld. Met name Bottas en Verstappen reden heel erg in management mode. Uh, niet te hard, niet te zacht. Zorgen dat ze de juiste snelheid hadden. Zorgen dat ze de natte lijnen aftoepakten. Om de koeling goed op orde te houden. Uh, Charles Leclerc profiteerde daarvan. Echter, ook Charles Leclerc vroeg te veel van zijn banden. om het bij te kunnen houden. Het leek heel erg of Charles Leclerc goed erbij kon blijven. En vooropgesteld, dat bleef hij ook. Hè. Hij bleef elke keer binnen twee seconden, 25 drie van max echter, dat deed hij wel ten koste van zijn banden. Uh, die sleten natuurlijk een heel stuk sneller. En dat zagen we eigenlijk in Spiegel ook bij Lewis Hamilton, die natuurlijk veel meer van zijn banden nodig had om vanaf P11 ja, naar uiteindelijk die P5 te komen, P6, P5, uh, en daar te kunnen aansluiten. Ja, dat was een enorme slijtageslag. En uh, dat zorgde ervoor dat die banden natuurlijk veel sneller sleten. Uh, want uiteindelijk zie je aan het einde van de race, hè, en dat is dan na, na, die, na die tweede stint, waarbij meer een deel van het veld toch, toch voor kiest om te wisselen, zie je dat dan het het snelheidsverschil, bijzonder hoog is. Absoluut. Nou ja, even kijkend naar de, je zet, jij noemt zelf al bandenstrategie. Er was eigenlijk geen bandenstrategie. Het was lange <laughs> een tijd... Een pitstopstrategie. Wanneer gaan we? Ja, ja. Het, was, het was een soort, ja, in veel opzichten, een soort nostalgische uh, Formule 1 race. Ik had Een beetje flashbacks naar de, naar de <laughs> 90's. Zeker op het moment dat mensen over nulstoppers begonnen. Charles Leclerc natuurlijk als, als, als eerste. En later ook uh, eventueel Lewis Hamilton. Deden dat allebei uh, uiteindelijk niet. Nee, nee uh, er was wel degelijk een pitstop-strategie te plannen. Je kunt zeggen, die banden uh, die hielden het redelijk goed vol. Op Inters hoef je niet per se uh, te pitten. Wat er eigenlijk gebeurt is dat het profiel op een gegeven moment helemaal weg is. We hebben allemaal die band van Hamilton na afloop gezien. Uh, Norris die zegt het op een gegeven moment, uh, geloof ik, ook over de boordradio. Ik rijd nu gewoon op een soort sliks. Dus het gaat eigenlijk best lekker. Ehm. Um, de vraag was even, ja, wat, wat, wat levert het op? En ook weer een interessant uh, ja, RD-projectje zou ik het bijna willen noemen. Was natuurlijk uh, Daniel Ricciardo. Die ja. als een van de allereerste alle nog voor de helft van de wedstrijd naar binnen ging. Ronde 22, ja. Ook als een soort proefballonnetje. Uh, ja, ga maar eens kijken wat dat dan doet. Ja. Uh, waarvan ik gelijk tegen jou zei, nou ja, als je bij iemand kunt proberen, dan is het wel Daniel Ricciardo, want die voelt zich helemaal niet thuis, niet op, thuis een, op een de op de nat regen. Formule nee, 1 nee, nee, nee. Dat is niet zijn ding. Dat zag je al op zaterdag in de kwalificatie waar, de, waar die wederom gewoon niet thuis was. Uh, man heeft een race gewonnen, kan daar waarschijnlijk de rest van het seizoen <laughs> nog op, op teren. Op teren ja. Ja, wat, wat natuurlijk geweldig is, alleen het, ik, ik vind wel dat Danny Ricciardo gewoon nog steeds een heel slecht uh, seizoen draait. En ja, uiteraard in his defense. Uh, de McLaren zal ook uh, ja, heel erg afgesteld zijn op, op de wensen van Lennon Norris. En nou ja Hij zal even moeten inkomen. Het zal ja. allemaal meespelen. Ja. Maar laten we wel wezen: uh, een sterke regenrace heb ik van, uh, van Derek Jardo nog niet zo heel vaak gezien. <laughs> dus uh, nee, dus nee. je weet van tevoren een beetje hoe dat, uh, hoe dat uh, zich gaat uh, uitspelen. Dan moet ik wel zeggen dat die vroege pitstop. Aanvankelijk dacht ik: wat ga je doen? Het, heeft, uh, het levert helemaal niks op. Um, zijn rondetijden waren aanvankelijk uh, niet zo heel erg best. Ik moest erg lachen om, uh, om de boordradio van, uh, van Ferrari. Want die zaten ook uh, mee te kijken ja. met het proefballonnetje. <laughs> Ik geloof dat Ricciardo nog niet één snelle sector had neergezet. Of het was al, het werkt niet, we gaan het niet doen. Zoals ze dat <laughs> dan bij Ferrari zo mooi kunnen communiceren. Ik denk, nou, nou Ferrari, geef het een beetje tijd. Die man die rijdt net de pitstraat uit. Maar goed, um, het was wel waar. Aanvankelijk was Ricciardo. Helemaal niet sneller aan het eind van de race bleek het, uh, nou ja, moet ik goed zeggen. 10 ronden voor het einde leek het enigszins in zijn voordeel te zijn, uh, omdat zijn uh, nieuwe intermediates op dat moment eigenlijk weer die fijne slicks waren geworden, ja. waar, die je wilde hebben op dat punt. En want de baan was toen alweer een stuk droger, dus het zag er eigenlijk even heel goed uit. Want hij kwam vanaf een kansloze 17-16e plek, ja. reed geen goede in race in tegenstelling tot Carlos Sainz, die gewoon bam. Ja, door het door het veld veld heen naar, naar voren gestoten. En terecht denk ik, driver of the Day is geworden. Geen, geen andere coureur zoveel plekken gewonnen nee. in de race als op, op, uh, de, baan ook, hè? Ja, op de baan, inderdaad. Ja, dus ja, ja. Uh, hartstikke goed. Nou ja, Ricciardo die, die kan het gewoon niet nadoen. Dat is, nee. uh, dat is natuurlijk teleurstellend. Maar die pitstopstrategie heeft hem wel in een hele interessante elfde positie uh, gebracht, kan in die laatste tien rondjes nog mee gaan doen om plek tien. Maar wat ja. gebeurt er dan? Bandjes zijn alweer op. Nieuwe drop-off. Ja, precies. Nieuwe drop-off. Dus op dat moment zijn, eigenlijk zijn vroege stop was heel even in zijn voordeel. Ja. Kwam ineens ja, aan de top 10. En had misschien nog punten kunnen pakken van McLaren. Aan de andere kant ja, toch weer te vroeg gegokt. En zo was het op heel veel fronten... Wel een interessante tactische race. Ik denk, ik denk dat een heleboel teams op dat moment dat Ricciardo naar binnen ging, ronde 21-22, uh, nog op de gedachte hing. De, gaan we naar een twee-stop-strategie toe? gaan we nog naar. Uh, gaat het nog droog worden vandaag? Dat is eigenlijk ja. de grootste hamvraag. Uh, uh, niet de Hamilton, maar de hamvraag. Uh, uh, gaan we nog naar, naar droge banden toe? Want en dat is ook de gok die ze volgens mij bij McLaren gemaakt hebben. op het moment dat ze Ricciardo ronde 22 naar binnen haalden. was met name bedoeld. Kunnen we uh, kijken hè, als hij nu naar buiten rijdt en ten eerste wat doen ze rond tijden met een tweede? Ja, hopelijk wordt het tegen die tijd dat het, hè, het laatste kwart van de race gaan we dan nog een stop maken met droge banden. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat de achterliggende gedachte is geweest van McLegen op dat moment. Um, maar het vreemde van deze baan is, en, en dat, weet je, dat weet jij ook, is dat ze hebben natuurlijk die vorig jaar hebben we nog meegemaakt dat ze met die personenauto's heen aan het racen waren omdat ze het net nieuw geasfalteerd hadden. En dat ze dus inderdaad grip aan het creëren waren. Rubber erop leggen. Dit jaar hadden ze de baan verruwd. Uh, wat als gevolg had dat eigenlijk die hele baan was een soort van uh, 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 soort -so 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 -e ijsblokjesdoosje ja, waar ja, al het water in bleef liggen. Ja, compact. Het was te, eigenlijk het was, was het asfalt te compact. Exact. Waardoor het, waardoor het water er. Weer... Niet incijpelde zoals normaal het geval is, dan krijg je van die droge sporen, van die bandensporen die droog zijn. Ja. Dat gebeurde op dit circuit niet. In plaats daarvan zag je eigenlijk het water continu omhoog. Exact. Uh, spreien en dan gewoon weer naar beneden vallen. De structuur van het asfalt zorgde ervoor dat het water omhoog kwam, dan weer naar beneden kwam. En het bleef liggen feitelijk. Er waren geen droge plekken. En op een gegeven moment nee. ontstond er dan wel, na verloop van tijd, ontstaat natuurlijk altijd een droge uh, lijn. Omdat je ze zo, ja, je rijdt het echt helemaal droog. Dus dat is op zich ook wel logisch op een gegeven moment. Maar wat je merkte is dat het heel lang gewoon echt nat bleef. Dus die inters waren een goede keus voor, uh, voor Ricardo op dat moment. En ja, inderdaad, richting dat, uh, dat tweede de punt van die tweede drop-off, ja, daar ging het mis. Daar hadden ze gehoopt waarschijnlijk. Hè, de, uh, volgens mij ronde. ronde uh, of tien, 12 voor het einde van de race... wordt hij ineens ingehaald door Giovinazzi en door Rijkonen. Uh, en dus in één keer is hij zijn snelheid kwijt. En volgens mij was dat ook het punt geweest... waarop ze hadden gehoopt dat ergens in dat omveld... dat ze daar hadden kunnen wisselen naar Slicks waarschijnlijk. Uh, dat is de gok geweest volgens mij die ze daar gemaakt hebben. Wat ik een, een rare scenario vond... was tien ronden later kwam Fernando Alonso binnen. Uh, toen regende het al wel een beetje. Toen was er al wat meldingen van regen links en rechts. Dus toen bleef het nog steeds een beetje druppelen. Maar ook Fernando Alonso kwam relatief vroeg uh, al naar binnen om weer nieuwe inters te gaan halen. Dus die was ronde 30 volgens mij kwam die ook binnen. Hij was een van de eerste van de tweede stint eigenlijk die kwam. Uh, dus dat had ook volgens mij, als hij ook wat langer had gewacht, had hij er ook nog wat meer profijt van kunnen hebben. Ja, maar goed. Uh, Alonso's wedstrijd die was uh, natuurlijk sowieso al uh, bekeken. Ja, eigenlijk ja, in, uh, in ronde 1. Ja. Wat ontzettend jammer is, want hij had zesde plek gekwalificeerd. Hij is behoorlijk on fire, vind ik, zeker in de kwalificaties. En toch in de race pakt het elke keer uh, slecht uit. Nu natuurlijk een, uh, een tikje van Gasly. Krijgt daar een uh, straf voor. Gasly. Zelf ja. krijgt hij vervolgens ook een straf. Omdat hij zelf een tikje uitdeelt. Ja. ja. Kansloos. Uh, nou, en beschadigd hoorde ik de achteraf ja. pas inderdaad. Dus ja, dan is het gewoon, uh, gewoon einde verhaal inderdaad. Goed. Jammer. Wel jammer. Want uh, ja, ik vind dat hij goed uh, groeit terug. Uh, ja, nou ja. Kijk wat terugkeer. hij... Heeft. Jawel, hij heeft een dijk van een terugkeer. En wat je heel goed kunt zien aan, uh, aan Alonso is: uh, als, de, als hij een goede race had kunnen rijden, had ik hem graag uh, had het misschien wel een dubbele puntvinst kunnen zijn voor. voor Overigens, Alpine. Ik vind het wel soms een beetje dat uh, hij, hij had zelf een heel interview dit weekend dat hij het uh, vervelend vindt dat er in de Formule 1 met twee maten wordt gemeten. Hij zegt: ik merkte, hij heeft ook al eens in een interview gezegd dat uh, de Engelse coureurs altijd het voordeel van de twijfel krijgen. Zeker als er een Engelse titelkandidaat is, zoals Hamilton. Mm -hmm gaat daar automatisch alle aandacht naar uit. Hij zegt: de Formule 1 is in de oorsprong een Engelse sport, dus uh, ja, dat merk je gewoon en dat heb ik ja. zelf ook gemerkt toen ik als Spaanse coureur opkwam, dat ik me daar uh, in moest vechten. Dus uh, er zit wel een hoop. Uh, ja, vroeging en... Uh, ja, ik snap, ik snap deze, deze kwestie Merel, nog niet helemaal. Nee, nee, nee maar goed. Er zit, er zit wel, en hij bedoelt het waarschijnlijk goed. Want hij komt ook vaak voor Max Verstappen op. Uh, dit ging daar geloof ik ook over. Zo van, ja, het is gewoon... Max zal altijd uh, de, de minder interessante coureur zijn... naast een Hamilton die voor de Engelsen toch de voorkeur geniet. Ja. Dus hij bedoelt het goed. Alleen, um, ja, er zit toch wel een hoop uh, ja, rancune in. Dat, dat de, de, de wereld altijd boos op hem is. En, uh, en, en ja... En... Ja, ik snap zijn. Ik snap zijn uh, het feit dat er met twee maten wordt gemeten en hij is dan in Rusland. Is die bocht, is die in, de, is de, in de eerste ronde is, de bocht heeft hij gelijk afgesneden om een punt te maken. En en ik, ik was mij niet helemaal duidelijk wat is dan nu je punt precies geweest. Want je hebt je hebt er geen straf voor gekregen. dus... Uh, wat is dan je punt? Uh, het, het was mij gewoon een beetje onduidelijk wat. Kijk, ik snap zijn kritiek wel, want de kritiek is voor zeker voor Formule 1 fans en zeker voor Nederlandse Formule 1 fans uh, herkenbaar in de vorm van. Uh, het, het, is, het, het is een veelal Brits feestje qua media uitingen. Er is veel Britse media. Uh, de Britse media is verantwoordelijk voor de uitzendingen van Formule 1-TV. Uh, er is veel aandacht voor de Britse wereldkampioenen. Er zijn van, van oudsher natuurlijk veel Britten altijd in de Formule 1 actief. Dus ja, er hangt een sterk Brits, Brits karakter aan deze show. Maar En dat is een beetje wat hij wilde aanstippen: dat, er, hè, dat daar dan met twee maten wordt gemeten. Alleen ik snap dat niet zo goed waarom hij daar dit weekend nog zo op terugkwam. Ik, ik, het was voor mij een beetje zo van. Hè? Uh... Ja, dit, dit weekend was natuurlijk de aanleiding: het feit dat hij in de openingsronde ja, in nu regelmatig uh, buiten de baan uh, schiet. Ja. Dat kennen we van Alonso. Uh, hij zoekt vaak de tracklimits op. Tegenwoordig zijn er tracklimits. Ook hier geldt, weer, hij is natuurlijk een beetje van de oude stempel. Moet allemaal kunnen. Hij zei: ja, juist in het begin van het seizoen. Hield ik me keurig aan die, aan die track limits. Zag ja. vervolgens Jan en alle man... Uh, in de openingsronde buiten die banen duiken. Hij dacht. Ja, ja hallo, uh, ik ben geen pannenkoek. Dat ga ik dan ook maar doen. En prompt uh, wordt hij erop aangesproken dat hij dat uh, niet mag doen. Hm. Dat irriteert hem. Dat begrijp ik op zich wel. Wat wel, ja wat mij blijft opvallen, is dat, dat hij. Veel aandacht naar zich toe trekt. Het is natuurlijk ook, ook jammer. Hij kwalificeert hartstikke goed. Zesde plek, maar wordt uiteindelijk zestiende. Dat Is gewoon teleurstellend. Ja. Uh, neemt hij daar zelf te veel risico? Zit hij? Uh, hij zit ook weer naast Gasly. Gasly, overigens, geeft aan dat hij gesandwiched wordt. Had daar natuurlijk nog wel ruimte. Dus het was niet nodig dat deze tik er kwam. Ja, uh, ja, er gaat een hoop aandacht naar uit. Aan de andere kant, even kijken naar. Uh, ik, ik noemde net uh, Carlos Sainz. Die rijdt een uh, ontzettend goede inhaal, uh, race. Maakt zeven plekken goed. Natuurlijk ook uh, deels geholpen door, uh, door, door strategie. Maar twee coureurs waar we het hele weekend eigenlijk niks meer over gehoord hebben... zijn Kimi Räikkönen en Giovinazzi. Nazi. Ja. Die uh, starten onderaan naast de hazen. Ja. Maar die reden zichzelf wel mooi naar een elfde en een twaalfde plek. Exact. Stegen ook zeven plekken op de ranglijst. Heeft niemand het over. Nee, nee, en dat is ook een prestatie... waar je bijzonder... dat, is, dat, is, dat is Nou ja, de vraag is een beetje... wat is indrukwekkender? Ik bedoel, Alonso kwalificeert zich... eigenlijk altijd in de top 10... de laatste tijd. Gewoon een kwalificatiebeest. Hartstikke goed. Ja. Iemand als Kimi Raikkonen... en trouwens ook Giovinazzi... zijn geen... Uh, nou ja, Giovinazzi hebben we... een paar keer gezien trouwens... een hele goede uh, kwalificatie. Kimi af en toe ook wel. Maar in de basis zitten zij altijd... Uh, onderin uh, bij de start. Maar... Weten zich in een wedstrijd juist altijd weer goed naar voren te rijden. Vorige race in, in Rusland zagen we nog met, uh, met de juiste keus. voor, uh, voor andere banden op het, precies het goede moment. Ja, het is toch wel. Nou ja, de, de aandacht in de Formule 1 is niet altijd... Uh... Evenredig verdeeld. Nee. Nee, terwijl, nee, terwijl er wel wat meer krediet mag zijn. Ja, buiten de punten kun je zeggen, het levert geen snaars op. Het is voor niks geweest. Aan de andere kant, je moet wel zeggen dat Alfa Romeo gewoon tactisch vaak aan het juiste eind uh, trekt. Er was, was overigens nog een momentje hè, tussen Kimi en uh, Giovannazzi uh, aan het einde van de race. Want zij reden inderdaad keurig, waren zij in een opwaartse beweging. Uh, Giovannazzi wilde niet aan de kant, voor Kimi Rijkonen Ik kreeg de opdracht om aan de kant te gaan... omdat Kimi een half seconde per ronde sneller was... dan Giovinazzi op dat moment. En zij waren het gat aan het dichtrijden naar Esteban Ocon. Um, dus er waren nog punten... Nou, sterker nog, op de, op de, op de finishlijn was het gat, geloof ik, een halve seconde of zo. Ja, ja. Dus uh, Giovannazzi had nog bijna dat ene punt uh, binnengesleept. Ja, ja maar de, de, de vraag is dus nu: en dat is hetgeen wat Kimi zich ook afvroeg, uh, al zou het in iets mindere bewoordingen dan ik het nu ga stellen. Want waarschijnlijk zal Kimi hebben gezegd: boah, maar, <laughs> maar de vraag is wel: had Kimi uh, Giovannazzi mogen inhalen, had hij dan. Makkelijker dat punt kunnen binnenhalen voor Alfa Romeo. Ik denk dat Kimi daar nog wel een beetje geinig van is geweest uh, gisteravond. Uh, want er was wel zo'n boordradio geweest Giovinazzi die, die aan de kant moest. Maar hij wilde niet. Hij dacht dat hij het zelf kon. Ja, nou is het wel zo dat de dat Rijkonen dan op het einde ook wel weer lost, hoor. Hij laat het ook wel weer gaan. Dus uh, ik weet, ja, heb je een interview gezien dat hij daarvan baalde? Nee, nee oh, Ik kan ik me zo voorstellen dat Kimi echt als een reetroest. <laughs> <echt. Maar> ja, <laughs> of hij nou ik, tiende of elfde wordt. Ik denk dat Kimi wel lekker aan het uitlopen is. De ik denk dat Kimi ja. is heel erg aan het uitlopen. En hij zoekt zeker wel de uitdagingen op. Volgens mij kan hij het ook heel goed vinden met Giovinazzi. Ik denk niet dat het stom is dat Giovinazzi zo'n zo order negeert. Uh, die vecht nog steeds voor zijn plek. Het is het enige stoeltje in de Formule 1 wat nog niet bevestigd is. Giovinazzi moet daar. Uh, en ja, op zeventiende op, op, op geloof ik, pakt hij daar bijna de tiende plek. Ja, het ja. is jammer dat hij het niet gedaan heeft want dan, uh, ja, dan was dat stoeltje misschien toch weer ietsje dichterbij geweest voor ja me. ik weet het niet ik vind het lastig bij uh, rondom sauber uh, natuurlijk het moederbedrijf uh, of het moederteam achter alfa Romeo... is natuurlijk veel onrust op dit moment uh, in de positieve zin misschien wel want uh, daar is uh, de, uh, michael andretti natuurlijk druk bezig om te zorgen dat hij uh, het team kan gaan overnemen. Uh, hij wilde ook al uh, enige tijd geleden het Force India team overnemen. Dat werd natuurlijk uiteindelijk Aston Martin, uh, maar onderaan de streep uh, uh, grondse taal van de overname geruchten. En is de vraag inderdaad als Bottas daar een meerjarig contract heeft of de Ferrari protegeer Want dat is hij nog steeds. Hij is nog steeds op het Ferrari's stoeltje Moet ik maar even tussen aanhalingstekens te zeggen. Ja, of hij dan zijn plek weten te behouden, dat is natuurlijk even de vraag. Ben benieuwd, ik, ik vond in ieder geval wel de laatste weken is Giovanatsi hartstikke goed. Uh, of de afgelopen races moet ik zeggen, hartstikke goed in vorm. Dus zou het zou voor hem wel, uh, wel leuk zijn als hij nog een jaartje eraan kan plakken. In die geval met de nieuwe reglementen ben ik heel benieuwd. Als die auto's weer wel dichter bij elkaar komen, ja, ben ik van wel meer coureurs ben ik wel benieuwd wat ze kunnen. Maar met name ook van Giovanazzi. Ja, nou ja, we, we hebben nu uitgebreid over de, de, de winnaars van deze Grand Prix gehad. Er zijn er een paar die gewoon, uh, ja, ondanks dat ze misschien niet veel besproken zijn de afloop toch wel uh, indrukwekkend maken. Carlos Sainz is er absoluut één van. Reed gewoon een hartstikke goede wedstrijd. En Alfa Romeo's maakte een mooie, mooie slag vooruit. Overigens Pierre Gasly kreeg natuurlijk die vijf uh, vijf seconden stop en go. Ja. Uh, deed hem uiteindelijk niet heel veel pijn hij startte vijfde hij werd uiteindelijk zesde kan natuurlijk ook omdat Hamilton nog gepasseerd is uh, maar toch een hele knappe prestatie vind ik zelf van, uh, van Gasly ja. uh, ja, voor Norris was het dan toch een beetje een uh, ja, teleurstellende race uh, startte achtste werd zevende kun je zeggen ook een plekje gewonnen maar heel veel meer zat er, zat er uiteindelijk ook niet in dus het was wel heel erg status quo er waren ook een paar echt ja nou, verliezers we noemden net al even Alonso die natuurlijk in de openingsronde zijn Grand Prix al helemaal uh, ja, uh, an... aan. Betruzelement <laughs> zag, zag gaan. Uh, dat gebeurde ook uh, niet zo heel veel later met, uh, met Mick Schumacher, die uh, best uh, aardig gekwalificeerd had. Die sowieso sterke indruk maakte, uh, dit circuit. Ja. Die door diezelfde Fernando Alonso werd aangetikt. Ja. En vervolgens ook zijn race uh, achteraan uh, moest vervolgen. En daar als vanouds in gevecht belanden met zijn, uh, zijn, teamgenoot. zijn teamgenoot. Nou, Mazepin is. Ja. Uh, uh, een van de weinige coureurs, samen met Lance Stroll, die uh, precies uh, gefinished is, waar die ook uh, gestart is. <laughs> voor Mazepin was het natuurlijk de twintigste plek. Voor Lance Stroll negende. Dus dat, uh, ja, dat dan om het rijtje af te maken, waren wel een beetje de. Ja, de, de onopvallende, onopvallende careers. En Vettel hebben we natuurlijk ook al genoemd. Ja. Die, uh, die met zijn gele bandjes een, uh, een risico neemt. Ja. Maar uh, pakte uiteindelijk niet goed uit. Maar wel hulde dat hij het geprobeerd heeft. Nou goed, en dan hebben we nog maar één man over die we nog niet besproken hebben. En dat is uh, Lewis Hamilton. Uh, moest natuurlijk vanaf die elfde plek uh, starten. We hebben het al wel gehad over de, uh, het gat dat hij, uh, dat hij achter de kopgroep uh, rijdt. Nou, dan krijg je ineens die ja, vreemde situatie... Waarin het een optie wordt om eventueel die hele race uit te gaan rijden. Ja. En de eerste die dat suggereert is Charles Leclerc. Klopt. Ja, hij roept het over de boordradio. Als ik dit blijf rijden, waar, waar kijken we dan naar qua pace en qua positie. Nou, wordt die natuurlijk de Gouden Boordradio? Krijgt dit? Dit is raad voor mij mee naar de Gouden Boordradio van het jaar. Als je bot als achter je weet te houden, dan win, je, dan win je de race. Nou, dat is evident. Dank je wel daarvoor, Ferrari. Um, maar ja, hij, hij, hij vraagt het dan nog een keer gelukkig erna over de boordradio. En dan wordt het al vrij snel duidelijk dat als hij met het pace wat hij nu heeft blijft rijden... dat zijn banden het gewoon niet gaan redden. En uh, dat zijn pace waarschijnlijk nog verder gaat afzakken. Uh, en hij kiest dan uiteindelijk uh, eieren voor zijn geld. Uh, maar eigenlijk ook al wat laat. Uh, even voor mij, weet jij nog welke ronde Leclerc uiteindelijk naar binnen gaat? Volgens mij ronde... 50 uit mijn hoofd. 47 uh... of 50 inderdaad. Een hele, hele late pitstop in ieder geval. Ja, het is laat Lewis. Hè? Want dan gaat pas in ronde 51. Dan zijn er nog maar... Zes rondjes te rijden, zeven rondjes te rijden. Dus ja. uh, Leclerc zat niet heel veel daarvoor. Nee, 48. Uh, 48 Charles Leclerc 48. Van, ja, 47 en 50, inderdaad, jaar. Of 48 en 50. Moet je kijken. Dan zijn er nog maar tien rondjes te rijden voor Charles Leclerc. En uh, uh, ja, dat is eigenlijk al veel te laat. Het was een beetje de omgekeerde situatie van. Uh, van Lando Norris die natuurlijk uh, dezelfde call kreeg en nee, dan andersom hè. gaan we naar Inters, ja of nee of uh, of blijven we rijden op uh, op Slicks. Um, ook hier wordt de call weer een beetje uh, eigenlijk te laat gemaakt en dat kost hem uiteindelijk zijn uh, zijn race. Let wel, Bottas die gaat tien rondjes eerder hè. Ja, ja. Uh, Bottas en, uh, dus dat is het moment dat ze denken nou we kunnen het risico wel uh, wel nemen. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat nou, de situatie met Ricciardo waar we het net over hadden. Je ziet dat op die Inters de nieuwe Inters Aanvankelijk is niemand daar sneller op. Dus maar. ik snap wel dat ze bij Ferrari heel even gedacht hebben. Ja, we zijn gek als we naar binnen gaan. Het is ronde 38. Bottas is net gestopt. Het gat is 6 seconden. Als we net zo snel zijn. dan kunnen we dit gewoon lekker vol, volhouden. Ja. Uh, Max Verstappen is een ronde daarvoor al gestopt voor Bottas. Dus die, die heeft ook nieuwe Inters. Het verhaal zit hem een beetje erin. En, en hieruit ja, ben ik dan toch wel van mening dat Bottas en Verstappen gewoon een. Uh, uh, ja, aan het langste eind hebben getrokken, niet alleen in de uitslag, maar ook strategisch. Um, dat is dat het belangrijk was om die nieuwe inters heel goed in te rijden. Um, en dat is ook een beetje de reden dat je in die eerste rondjes van, uh, van, van Max en van Bottas eigenlijk nog niet zo heel veel snelheidsverschil ziet. Nee met mensen die op dat moment nog op die oude Inters, Inters zitten. Uh, Ocon is uiteindelijk gefinished op, uh, op, die, uh, op die oude Inters. Ja. Um, dat verschil was gewoon niet groot. En dat wisten ze al, omdat ze Ricciardo natuurlijk naar buiten hadden zien komen. Dus, maar goed, als je eenmaal vier, vijf rondjes die banden netjes had ingereden... Tel daar nog even bij op dat ineens die banden van Charles de Claire volledig door het ijs zakten. Want wat gebeurt er? Je hebt die er op een gegeven moment afgereden. Ja. Heb je mooi sliks? Heb je lekker rubber? Op een gegeven moment is dat rubber ook weg. Ja. En dan zit je op een compound, dan zit je op een oh, kakas, Ja, 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 ja kan, kan een materiaal, een ja, materiaal wat gewoon helemaal niks meer kan. Plus, uh, dat wikt in de pitbox uh, direct. Dat zien ze namelijk aan de temperatuur van de banden, want die is weg. Op het moment dat dat gebeurt. Dropt die temperatuur en dan ja. is het eigenlijk. Nou, het is niet zo vergelijkbaar als met, met Lenno Norris in, in Rusland, die natuurlijk ineens in de regen begint te sliden all over the place. Ja. Maar vergelijk het daar maar mee. Het is vanaf dat moment evident. Ja, je kunt niet met je rondetijden neerzetten die je, je verliest vier, vijf seconden per ronde. Ja. Uh, dus. Op dat moment zit je ineens aan te kijken, niet naar een strategisch masterplan en misschien kunnen we op het podium komen. Op dat moment is het gewoon: kunnen we überhaupt de race nog finishen? Kunnen we blijven leven? Ja, en precies. Dat is precies wat Leclerc overkwam. En niet heel veel later overkomt Lewis Hamilton precies hetzelfde. Grote misrekening van Ferrari en ook van Mercedes. Ja, absoluut. En je ziet het ook in de, als je het echt wil terugkijkt, kun je het zien in de rondetijden van, uh, van Ocon. Ocon die verliest in de laatste 14 ronden bijna 50 seconden, nee, dik 50 seconden op Carlos Sainz. Uh, dus ook kon Ray nog best wel in de buurt van zijn. Dus op een gegeven moment verliest hij gewoon 50 seconden in 14 rondjes. Kun je nagaan, een pitstop is 30 seconden. Ja, dus hij had gewoon kunnen pitten. Had, had je gepint? Had die... hij de plik kunnen die, houden? Had en had die, die... hij waarschijnlijk ook hoger kunnen eindigen. Had hoog. hij hoger kunnen eindigen. Ja. Hetzelfde geldt voor Hamilton en ook voor de Claire. Daar had meer in gezeten. En nu valt hij uiteindelijk dus terug in de, in, de klauw van Giovanni. Het kost hem bijna nog ook gewoon zijn punt in het kampioenschap. Wat natuurlijk helemaal zonde is. Ook voor het feit, los van het feit dat Alonso ook al uitgevallen is voor Alpine. Dus vijf uh, ah, seconden in 14 rondjes. Ik blijf wel zeggen, een risico nemen is, is, wordt zeker gewaardeerd door, ja, de, door de thuiskijker. <laughs> maar als je aan het vechten bent om een de wereldkampioenschap, denk ik niet dat het een goede, goede zet is. Nee. Overigens, klein aandachtspuntje wat ik daar vooral in wil uitlichten. Ik noemde net al even de situatie met Lando Norris. De coureur in de auto versus de data. Hm. De data en de pitcrew. We hebben het de vorige podcast uitgebreid over gehad. Wederom zien we het hier gebeuren. En dat met name bij Lewis Hamilton. Die zelf aangeeft: ik wil niet naar binnen. Ja. Mensen laten hem nog een ronde buiten rijden. Had hij wel die ronde naar binnen gegaan, had er misschien nog een plek 4 in gezet ja. en misschien nog wel meer dan dat. Had hem dan eerder gestopt, uh, had er meer in gezeten. Dat is onderaanstreep wel het, uh, het verhaal het had, hem uiteindelijk nooit in de buurt gebracht van, uh, van de top 3, uh, top 4, 2, denk ik. Sowieso top 2 niet. Uh, want uh, de inhaalslag met verstappen was eigenlijk al bekeken in de eerste stint van de race. Dat, hè, dat hadden we net al heel even aan het begin van de podcast over. Daar was het gat al 20 seconden en daar kwam je eigenlijk niet meer. Uh, uh, vergeet niet dat bij. Het, het is niet helemaal loepzuiver om, uh, om het te vergelijken. De, je ziet bijvoorbeeld dat Bottas en uh, Max aan het eind van de race echt hun banden sparen. Ja. Behalve Bottas die natuurlijk nog even een paar snelste ronden, uh, twee zetten die geloof ik neer. Ja. Maar buiten die snelste ronde zijn Bottas en Max op dat moment aan het consolideren. Dus ja. die nemen geen enkel risico meer. Die kunnen daar het gewoon heel erg laten varen. Ik geloof het gat met Max stappen in die laatste rondjes loopt nog op tot 16 seconden. Max is daar echt rustig aan aan het doen om, om, om die banden te sparen. Hij hoeft ook niet meer. Er, is geen, druk er achteren, is geen druk van achteren meer. Dus, uh, dus hartstikke veilig. Maar ik ben, ben met je eens. Zelfs als ze dat niet gedaan hadden. Ja, was het voor hem een heel moeilijk geweest om daar in de buurt te komen. Het was, bij die tijer, twee. Het was een tire race geworden uiteindelijk voor hem. omdat hij gewoon niet ja. de tijd had om, uh, om die banden goed op te warmen. en goed in te rijden. Ja, dan ga je jezelf het gewoon heel erg zwaar maken. Dus ik vind het wel opvallend, uh, toch, hoe hij uh, er een punt van maakt. Uh, dat hij dan uh, niet naar binnen wil komen. Uh, we zien het ja, de laatste tijd wel vaker. Bij Ferrari uh, zien, zien we het veel vaker. Ik vind het toch opvallend. Uh, als je ja, achteraf gewoon de conclusie kunt trekken: het was geen goede zet, uh, Lewis. En hij, het vervelende is ook nog dat zijn boosheid nou, er ook nog eens voor zorgt dat hij het laatste stuk van zijn wedstrijd uh, compromitteert. Hetzelfde ook weer bij Charles Leclerc. Ze krijgen allebei nieuwe Inters ontzettend laat in de wedstrijd. Wat hebben we net gezegd? Inters moet je drie, vier ronden inrijden. Daar is geen tijd voor. Want Charles Leclerc komt op de baan direct voor Sergio Perez terecht. Ik geloof dat het gat minder dan een seconde is. Die moet meteen aan de bak. Die denkt, fuck, dit gaat om een plek. Ik moet hiervoor blijven. Dus die geeft gas. Wat hij maar kan. Wat is dan het gevolg? Die banden die gaan grainen. Dus dan ja. heb je... Ja, je hebt gewoon slechte banden in de periode daarna. Dus eigenlijk rij je je banden meteen stuk. En dat moest, omdat hij moest verdedigen. Bij Hamilton is het een ander verhaal. Hamilton is gewoon pissed off. Die is zo kwaad over het feit dat hij alsnog gestopt is. Overigens, na afloop hebben ze me een foto laten zien van die banden. Uh, van Lewis, het zag er zo uit. We moesten echt stoppen. Het was, uh, je je ja. had het waarschijnlijk niet gefinished. Uh, en ze hebben ook de banden van Ocon laten zien aan hem. Hè? Ja, ja en, en toen geloofde die pas. Weet ja. je, toen was hij weer, Oh ja, oké, okay, oké. Okay. Maar hij was zo kwaad dat ook Hamilton. Uh, ze banden over de kling heeft gejaagd. in die eerste drie, vier ronden. En ook Hamilton. last kreeg van die graining... waardoor hij helemaal niks nee, meer, meer kon. Nee. Weet je, hij had wellicht nog uh, Leclerc het leven zuur kunnen maken. ging ook, nee, niet, ging meer ook niet meer gebeuren. Nee. Dus dat is. De, ja, en dat vind ik wederom. toch wel een, een technische fout van de heer Lewis Hamilton. Eén, uh, ga niet in tegen je team. Team knows best. En twee. Um, ja, uh, wees een beetje zuinig op die banden. Het, ja, het, het is toch een emotie die, een grappige, die een plek, plek kost. Het is een hele grappige contrast met, uh, met Rusland, waar ze natuurlijk als team de call wel goed maakten. Uh, en, uh, en Lewis Hamilton een tijd naar binnen haalde voor, uh, voor Inters in de regen. En, uh, en hij na afloop nog het team bejubelde. Het is een teamjob en we doen het met elkaar. En zij weten het beter dan ik, dus ik moet ze vertrouwen. Ja, en nu ging hij er eigenlijk uh, knetterhard tegen in. Uh, wat natuurlijk wel ja, op zich in, met de kampioensdruk die er ligt logisch is, maar hij had natuurlijk. De eerste keer had hij kunnen zeggen nee. De tweede keer had hij moeten zeggen: oké, okay, jullie zijn wel heel insistent. jullie willen heel graag binnenkomen, dan kom ik ook maar. En uiteindelijk is het dan de derde ronde pas dat hij gaat. En ik denk dat het goed is, omdat ze hem daar uitleggen. Als je nu naar binnen komt, kunnen we je nog afdekken ten opzichte van Gasly en uh, uh, Norris die er achteraan te komen. Want dat gat werd alleen maar kleiner en kleiner en kleiner. Want die hadden dus natuurlijk wel nieuwe bandjes gehaald. Uh, nou, we hadden het net al even over Ocon met zijn 50 seconden in 14 rondjes. Uh, als Lewis Hamilton niet naar binnen was gegaan, en dat ja, had hem gelijk verteld moeten worden. Als je niet naar binnen komt, verlies je 50 seconden in 14 rondjes, word je door iedereen achter je nog ingehaald. En ja, weet je, dat is uiteindelijk de keuze die ze moeten maken. En het vervelende is dat ze drie ronden bezig zijn geweest om hem te overtuigen. Aan de andere kant, als hij die drie ronden in de binnen was gaan, had hij misschien Leclerc kunnen pakken. Maar ik verwacht eigenlijk ook van niet. Uh, omdat het gewoon echt heel erg lastig was om in die omstandigheden goed in te kunnen halen. Zeker bij een Leclerc die gewoon uh, wel sterk verdedigend was. Dus ja, ik weet het niet. Het had misschien niet zo heel veel uitgemaakt als hij die, die drie ronden in naar binnen was gekomen. Het had wel een heleboel uitgemaakt als hij tegelijkertijd met bottas en Verstappen was gestopt. En gewoon op hetzelfde setje in zat gereden. Dan, dan was het speelveld heel anders geweest in deze ja, fase. Ja, en begrijp me niet verkeerd. Het is een, het is een onhandige keuze, maar die keuze. Die openbaarden zich ook pas op het moment dat uh, Leclerc en Hamilton uiteindelijk gestopt zijn. Het leek heel even alsof het daadwerkelijk niks uitmaakte. En je ja. gewoon op die intermediates naar het einde toe kon. En ineens zien zij die drop-off. Ineens zagen zij die ja. rondetijden inzakken. En dat is het moment dat ze bij Ferrari de call maakten. En ook het moment dat ze bij Mercedes de call maakten. Hamilton plakt daar helaas een extra ronde aan vast. Dat kost hem tijd. Um, was hij niet gestopt... dan was het zeer de vraag geweest... of de banden het überhaupt hadden volgehouden. Tot het einde was de kans groot geweest... dat er ja, iets ontploft was. En wat jij al zegt, dat hij nog van achteren was, uh, was ingehaald. Uh, ik, uh, ik heb uh, ondanks uh, de, de, de slaapverwekkende momenten... in de eerste helft van de, van de race... <laughs> toch wel erg uh, genoten van de ontknoping. Het speelt natuurlijk mee dat het uh, toch eigenlijk... een heel succesvol weekend voor Honda was. Al met al een mooie witte livery... Uh, ja goede uh, performance vond ik van de beide Alfa Tauris. Gasly natuurlijk met een mooie eindpositie en, uh, en Yuki Tsunoda met gewoon uh, fantastische racecraft. Dus uh, zeker van genoten. En laten we Perez niet vergeten. Die zichzelf van een zevende plek, zevende plek ja, naar ja, het podium rijdt. Naar rijd. het podium rijdt te rijden. Ja, nou ja, goed gedaan. Dus uh, hartstikke knap. Ja. Goed, we gaan uh, naar Amerika. Ja, tenminste wij niet. Nee. Helaas. Maar, uh, maar het Formule 1 circus wel. Dat ja. is dan over twee weken. Dan komt de Grand Prix van Austin, Texas. Ik mag toch hopen dat het daar droog is, door de bank genomen. Is het dat daar? Ja. Ik ben er vaak geweest. Deze en periode het is, wel, uh, inderdaad, ja. ja. Het is meestal uh, erg lekker weer... Uh. Vanaf zo'n vanaf zo medio maart. Uh, wordt het ja, beter, het ja. kan ook wel regenen daar hoor. Nou ja, in de periode maart, uh, voorjaar, kan het daar nog wel behoorlijk plenzen, inderdaad. Dus ja, uh, je weet het niet. Het niet. Ja, dat is op zich wel lekker dat we nu naar al die tropische bestemmingen gaan, toch? Nou ja, dat is op zich goed. Mexico? Inderdaad. In ieder geval, ja, Mexico, Brazilië. Wat, uh, wat in Amerika een dingetje is, is dat uh, het asfalt nog vernieuwd gaat worden. Dus uh, daar gaan ze nog uh, een aantal correcties doorvoeren. Uh, twee weken geleden, vorig ja, twee weken geleden, was daar uh, het MotoGP weekend. Uh, op het Circuit of the Americas. En uh, daar waren al een heleboel hobbels en bobbels en andere zaken. Uh, ook in 2019 klaagde onder andere Max Stappen daar al over, dat hij gelanceerd werd in de auto af en toe. Uh, maar ook met de MotoGP is er zelfs nog door de, coureurs, uh, de motorcoureurs gedreigd met een boycott van de race. Uh, in aanloop naar het weekend, omdat ze gewoon een, een trainingsrondje hadden gereden. En geloof ik, in de training alleen al gingen er drie of vier onderuit. Uh, omdat het zo hobbelig en bobbelig was door alle verzakkingen in, de, uh, in het uh, Texaanse landschap. Dat ze besloten hebben om voor het Formule 1-circus uh, nog wat, wat aanpassingen te maken aan het, uh, aan het asfalt. Dus ik hoop, fingers crossed, <laughs> dat ze het een beetje met liefde en respect doen. En dat we niet naar een soort tweede glijbaantje gaan zoals vorig jaar in Turkije, waar natuurlijk ook net alles vernieuwd was. Uh, dus ik hoop dat ze een beetje hebben gekeken naar Zandvoort, hoe je dat uh, goed doet, een asfaltje vernieuwen. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er op tv zo, uh, zo strak uit, juist, Olsten, dan nou, die uitloopstroken. stroken. Ja, en, als, je goed, goed. als je goed kijkt, dan zie als je. De, goed ja, kijkt ja. is het een grote. Ik, ik, zat, ik, ik bende. zat, ik zat zakte band. Ik zat toevallig gisteravond zag ik dit voorbij komen, toen ik even de foto's te kijken van 2019 inderdaad. En dan zie je de, de foto's van de Red Bull die zo half met één wiel in de lucht hangt, uh, omdat die gelanceerd wordt over een van de in bocht 1. Het is uh, een behoorlijke uh, een Het is pimpie. natuurlijk ook met uh, ontzettende droogte te maken daar, hè? In, uh, in die ja, de, droogte en dus inderdaad heel veel regen. In ja. het voorjaar kan het echt behoorlijk plenzen. Uh, en dan is het inderdaad in de zomers heel droog en in de winters weer heel koud. Uh, dus de omstandigheden daar qua weer zorgen voor veel verzakkingen. Uh, ja. dat, dat zie je natuurlijk ook als wij. Wij zijn regelmatig in downtown Austin geweest, uh, waar natuurlijk ook veel wegwerkingen Waar alles op instorten staat. Ja, ja. klopt. Ja, nee, absoluut waar. Uh, goed, we gaan uh, afronden deze, deze podcast. Het uh, is trouwens helemaal niet waar. We gaan afronden deze podcast. We gaan afronden deze podcast. Okay, Dankjewel, dank Joda. <laughs> We gaan afronden deze podcast. Deze podcast afronden wij gaan luisteren. Jullie gaan luisteren, gaan jullie zeker, maar dan pas weer over twee weken, want dan zijn we er weer met uh, de Grand Prix van Amerika. Leuk om daar weer uh, uh, ja naar te kunnen kijken. Naar een jaar af, uh, afwezigheid en daarna komt ook nog Mexico. Dus ik heb er echt wel zin in dit, uh, dit najaar. En dan zo langzamerhand gaat ook bekend worden wie het wereldkampioenschap naar zich toe gaat trekken. Ik, uh, ja, ik blijf erbij. Dit is misschien wel een van de mooiste en leukste en tofste Formule 1 seizoens tot nu toe. En uh, wie er uiteindelijk ook met die titel van gaat, dat pakken ze ons nooit meer af. Jawel. Zo is het dan ook alweer, hè? Ja, toch? Hashtag all these emotions. All these emotions. Goed, uh, bedankt voor het luisteren. Uh, wil je reageren, kan dat net als altijd via Twitter of Telegram. Kijk maar even. En, uh, postduif. postduif. En uh, tot, uh, tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.